Spanning op de gezichten van deze jonge ruiters en Amazones. Op de Rabo Talentendag in Ermelo moeten ze het beste van zichzelf laten zien. Zo komen ze in aanmerking voor trainingen van de topruiters in Nederland. Hoe spannend vind je het? Nou, wel een beetje, want er staat wel heel wat druk op. Je kunt hierdoor wel verder komen in de sport. En wat denk je van jezelf? Nou, er zijn hier heel veel grote namen. Dus, maar iedereen heeft hier kans, want je bent hier niet zomaar. Dus. Ben je ook zenuwachtig voor vandaag? Ja, heel zenuwachtig. Hoezo? Nou, het is toch altijd spannend. Het was voor mij de eerste keer, dus ja. Henk Noren traint de springtalenten. Alles wat. Oké, Lisanne, kom jij maar. Ja, maar dan moeten we daar ook nog een keer helemaal opnieuw doen, hè? En voordat je de volgende reis vertrekt, zal ik je even een paar dingen vertellen nog. Hoe ging het? Nou, het kon niet zo goed gaan. En wat ging er niet goed volgens jou? Weet ik eigenlijk niet. Je kunt het natuurlijk afvatten met Lisanne, want die is nog maar heel jong. Dat meisje wat ik de laatste in de groep had. Daar zou je wat positieve dingen kunnen doen, want zij is uiteindelijk nog maar net 12. Mm-hmm. Dus daar zou je dingen bij kunnen bedenken. Van de anderen heb ik nog niet een groot talent gezien, nee. Ook bij dressuur laten de talenten het beste van zichzelf zien. Hans-Peter Minderhout geeft aanwijzingen. Goed zo, en draaf weer rustig aan. Zodat hij gelijk op jouw eerste been weggaat, hè? Oké, als het even misgaat, is niet erg. Ja, ietsjes meer naar voren draven daar. Blijf maar een beetje door. Aan het einde van de dag is de spanning nog niet voorbij. Pas over 2 weken krijgen de talenten een brief of ze mee mogen trainen met de topruiters. Worden dat 2 weken vol slapeloze nacht? Ja, dat denk ik wel. Nou, sterkte. Dank u wel.